Welkom bij de tweede aflevering van de Crash Course Havenlogistiek van de RPPC. Fijn dat jullie vandaag weer aanwezig zijn bij dit webinar, waarin we jullie meenemen in de wereld van de havenlogistiek en alles wat daarbij komt kijken. Mijn naam is Hedy Visser, directeur van de RPPC. Naast mij, dat zien jullie niet, maar die zien jullie straks wel, staat Ramon van Hal, de docent van deze Crash Course en docent ook aan het STC. En vandaag mogen wij als gastspreker het Jonghaventalent 2024 in onze studio verwelkomen. Charlotte Jansen, business manager bij Portbase. Fijn dat je er bent, Charlotte. Zou jij je even willen voorstellen aan de kijkers? Ja, natuurlijk. Nogmaals bedankt voor de uitnodiging en leuk dat ik vandaag aanwezig mag zijn in de studio. Dit jaar verkozen tot Jonghaventalent 2024 met als missie kennis delen stimuleren in de Rotterdamse haven. Dus hoe mooi is het dat ik hier vandaag aanwezig kan zijn om jullie mee te nemen in de wonderenwereld van goederen en data. Top, dankjewel voor je introductie. Straks horen we natuurlijk heel graag meer over wat Portbase allemaal doet in de haven. Tijdens dit webinar is er net als de vorige keer de mogelijkheid om vragen te stellen aan Ramon en Charlotte. En ook om op elkaar te reageren in de chat. Daarnaast zal Ramon jullie zo af en toe een vraag stellen waarbij we heel benieuwd zijn naar de antwoorden. Dus doe vooral ook lekker mee. Vandaag gaan we het onder andere hebben over wat een cargador en een expediteur precies doen. Ik kijk er zelf ontzettend naar uit om daar meer over te leren. Ramon, waar gaan we het vandaag nog meer over hebben? Ja, de cargador en de expediteur, dat zijn twee logistieke dienstverleners in de haven die heel veel doen in het logistieke proces. Maar ja, er komt veel meer bij kijken en daarom heet het vandaag goederen en data, want we gaan het hebben vandaag over goederen. Dus het daadwerkelijk vervoeren waar die logistieke dienstverleners, cargador, expediteur mee bezig zijn. Maar ook die hele datastroom, die communicatie, die informatiestroom die erachter zit, die enorm belangrijk is voor de efficiëntie van onze Rotterdamse haven. Nou, hartstikke goed. Volgens mij hadden we een slide waar we nog even laten zien wat de vier verschillende afleveringen voor onderwerpen hebben en waar we nu zitten. Dat klopt. Aflevering 2, het gaat snel, goederen en data. Gaan we het vandaag over hebben, 15 maart, over 3 weken, want er zit een paasweekend tussen. Gaan we het hebben over internationale havenlogistiek. Dat gaan we meer, gaan we Europa in en de wereld. En de vierde, inderdaad, live op de geheime locatie. Jawel. We gaan het nog niet bekendmaken waar we jullie heen sturen, maar de vierde aflevering duurzaamheid en energietransitie voor de logistiek, daar gaan we het over hebben. Je ziet ook weer in beeld, zie je staan, hoofdstuk 4 en 5 van het havenlogistiekboek. Die ligt hier weer voor me. Dit boek, hoofdstuk 4 en 5, behandelt vandaag de Crash Course. Daar kan je in meelezen, je kan ook terugkijken. En ook, je ziet staan, een YouTube-logootje. Alle afleveringen van de Crash Course zijn terug te zien achteraf op het YouTube-kanaal van de RPPC van Rotterdam. Port Promotion Council. Dus daar kan je ze op terugvinden. Nou, laten we gaan kijken waar we het vandaag over gaan hebben. Dat weten we eigenlijk al, stewardoors, cargadoors en expediteurs. Met gelijk de eerste vraag die we aan jullie stellen. Weten jullie wat deze logistiek dienstverleners doen? Antwoordkeuze is ja, het is nee, een beetje of ik heb het boek gelezen. Dus ik ben benieuwd wat jullie daarop antwoorden. En de antwoorden zien jullie zo in beeld verschijnen. En ik ben benieuwd wat jullie daarvan zeggen. Ja, en wat betekent dan, ik heb het boek gelezen? Nou ja, wij doen dus voordat de Crash Course begint, dan stuurt onze Vincent, die stuurt alle deelnemers het overzicht met welke hoofdstukken worden behandeld. En dus een aantal, en ik weet dat ze er zijn, een aantal deelnemers lezen ook daadwerkelijk de hoofdstukken voordat ze aan de Crash Course deelnemen. Het voordeel is dat je al een beetje weet waar het over gaat en dan kan je ook beter herkennen de onderwerpen die we behandelen aan de hand van het boek. Dus hebben we al, ja, we hebben antwoorden binnen. Ja, kijk eens aan. Ja, het wisselt een beetje, zie ik. Maar de meeste mensen geven aan dat ze er een beetje weten wat het inhoudt. Best een groot aandeel, nou, ongeveer een kwart zegt, ja, ik weet dat. Nou, ik denk dat we jullie nog steeds, want dat hoorden we ook terug uit de vorige keer, dat mensen hier elke keer weer iets nieuws leren. Dus dat is hartstikke mooi natuurlijk. Er zijn ook mensen, ook nog best een aantal, bijna 20%, die zegt, nee, ik weet eigenlijk helemaal niet wat het betekent. En ja, ik weet niet wat dat precies betekent, Ramon, maar 6% heeft het boek gelezen. Ja, goed, hè? Ja, dat is inderdaad heel goed. Ja, laten we het zo zien. Ja. Ja. Hartstikke fijn dat jullie het boek gelezen hebben. En Ramon gaat jullie helemaal meenemen in wat de hoofdstukken precies inhouden. Dus laten we vooral van start gaan. Laten we vooral beginnen. En jullie zien ook als een bepaald hoofdstuk een connectie heeft met het boek, met hoofdstuk of paginanummer, dan zie je dat daarin terug. Maar laten we beginnen met de presentatie. Ik heb een eerste sheet voor staan. En daarin zien we een heel stuk goederenstromen zien we staan. Eigenlijk een plaatje van de wereld.
En het klinkt zo logisch, maar het is iets, ja, je moet het maar realiseren hoe dat werkt. De grote economieën van de wereld. We hebben Azië, we hebben Europa, we hebben Noord-Amerika. En je ziet eigenlijk dat Zuid-Amerika heel erg klein stukjes is. In de buurt van bij Brazilië hebben we wel wat industrie. Maar die blauwe lijnen die je in beeld ziet, dat zijn eigenlijk de grote verkeersstromen van de scheepvaart. Dus Azië, rond China die kant op, daar is het heel erg druk. De Atlantische Oceaan richting Amerika is heel druk. De oostkust van Amerika richting Azië is heel erg druk. En dat zijn die grote economieën waar al die lading overheen gaat. Daar wordt al die data gegenereerd, wordt geproduceerd en dat wordt gedeeld. Wat wel heel mooi is, is dat we allemaal op dezelfde manier werken. We hebben allemaal dezelfde containers, we hebben allemaal dezelfde soort schepen die aankomen. Maar er is een enorm verschil op niveau van innovatie, digitalisering en automatisering. Rotterdam wil een slimme haven zijn, we hoeven niet de grootste haven meer te zijn, dat willen we helemaal niet. Dus bij ons is het niveau van digitalisering en automatisering enorm hoog. Zeker vergeleken met heel veel andere havens over de wereld. En als je daar wat over zou teruglezen en terugkijken, dan zie je die verschillen ook wel heel erg terug. Dus het volautomatische wat wij hier hebben, ja, daar zijn we nog steeds wel heel erg uniek in de wereld. Dan ga je een stap verder met de datadelen en waar straks Charlotte over gaat hebben. Ja, daar zijn we nog veel verder in. Dus dat is weer heel mooi. Aan de andere kant is het ook weer dat het onze concurrentiepositie misschien een beetje verstoort. Omdat wij misschien te advanced zijn, te modern zijn ten opzichte van andere economieën. Maar goed, andere discussie. Maar wat doen we nou precies in Rotterdam? En deze statistiek die is pas door de CBS is die naar buiten gekomen. Wel pas. Ja, het was wel een nieuw bericht, maar ik zie 2022. Dus misschien toch iets ouder, maakt niet uit. Maar we zien wel dus dat in Rotterdam, we denken altijd het is de grote containerhaven, is het ook wel. Maar totaal een natte en droge bulk in volume, daarin zijn wij groter. Dus er zit het verschil in lading wat komt, dat is wel degelijk. We doen heel veel. Maar het nadeel van containers is dat het heel veel ruimte inneemt en heel erg bewerkelijk is. Dus we zien heel veel containers, we hebben het heel veel over containers. Maar dat is omdat daar het meeste werk in zit, de meeste mensen in werken. En natte en droge bulk is heel veel volume, maar dat kan toch met minder handelingen kan dat worden gedaan. Dus ook interessant om dat te zien vergeleken met andere havens in Nederland, Groningen of als Amsterdam. Er zijn bijna geen containers in Amsterdam, maar wel heel veel natte en droge bulk. Dus dat maakt het een stuk interessanter. Dat maakt het ook alweer leuk. Nou, om even bij de containers te blijven, want dat spreekt toch veel mensen, spreekt dat aan, heb ik even gekeken naar dit schip. Ik was op de Maasvlakte. Wij komen allemaal eens een keer op de Maasvlakte. Maar ik ging langs dit schip, de Ever Atoll, 400 meter lang, 62 meter breed. Een van de megaschepen die Rotterdam regelmatig aandoet. En zeg je het op een rij, hè? Dus het is een capaciteit van bijna 24.000 teu. Teu is 6 meter, vorige keer over gehad. Standaard containermaat. Dan is dat zo'n beetje 144 kilometer als je dat achter elkaar zet. En dat is heel erg veel. En ik heb een schip meegenomen. En misschien had je hem al zien staan op de tafel. En als we een beetje inzoomen, dan zie je hier zo. Kijk, dit is een rij containers. En zo'n rijtje containers is al 12 meter. Dus als je dat zou aflopen, ja, dus elke keer die 12 meter, ja, dat is 400 meter bij elkaar. En dan bovenop, je kan het bijna niet zien, maar dit zijn allemaal streepjes van 3 meter, dus de breedte van zo'n schip. Als een schip 60 meter breed is en je krijgt heel weinig ruimte hier bij de gangway aan het zijde, die containers staan boven je hoofd als je op dek loopt, ja, die 30 meter breed is ook 30 meter, of 60 meter breed is ook 60 meter breed aan containers. Dus op die manier krijgen ze dus 24.000 teu aan boord van zo'n schip gepropt. De vergelijking, hè, om zeg maar van ja, dat lijkt er allemaal niet zo groot, maar we hebben onze kerstverse wereldkampioen hardlopen indoor. Mag ik even de presentatie weer terug? Femke Bol, en ik heb het onnamelijk erbij gezet. Zij heeft dus het wereldkampioen, de WK, snelste tijd ooit gelopen indoor, 49 seconden 17. Dus onze grote held in de atletiekwereld, Femke Bol, de snelste in de wereld op de 400 meter als vrouw zijnde. Zij doet er nog 50 seconden over van begin tot einde van het schip te lopen. En zij rijdt echt wel hard. Ik bedoel, zo hard loop ik echt niet. Dus dat geeft een beetje aan de schaal van zo'n schip en hoe groot het is. En daar komen er elke dag wel een paar van binnen. Is het niet alleen voor containers, is het wel voor bulk. Die omvang, dat is gewoon eigenlijk niet voor te stellen hoe groot dat is.
En elke kilo aan boord is bekend. We weten van elke kilo precies wat het is, waar het vandaan komt, waar het heen gaat en wat we ermee moeten doen. En al die informatie moet dus verwerkt worden in dat hele logistieke proces. Nou, een van de mensen daarin die dat doen, dat is de cargador. Die werkt intensief samen met de expediteur. Maar hoe vertaalt zich dat, zeg maar, eigenlijk heel simpel gezegd in die lading? Links zie je een palletje met goederen. Die goederen gaan in de container. Dat stukje is wat de expediteur doet. Vervolgens moet de container aan boord van het schip. En dat is heel simpel gezegd wat de cargador doet. Dus die zorgt dat het schip er is. Die zorgt dat de lading aan boord van het schip wordt geladen. Dat doet hij samen met een stuwador. En dat dat schip ook daadwerkelijk gaat vertrekken. En die cargador moet zorgen dat die lading van de klant uiteindelijk bij een terminal komt in die container, zodat dat ding kan gaan varen. Als een van die twee hun werk niet doet, dan stopt het proces. Heel simpel gezegd loopt dat zo. Nou, die cargador, heel spannend. Vaak is het gewoon een kantoor waar mensen zitten. Dat is wat zij doen. Dus zij zitten, het is heel veel werk gebeurd op die kantoren. Mensen zitten achter een deelscherm en doen daarbij hun ding. De kapiteinskamer, dat is een aparte afdeling van zo'n cargador. Kan ik wel eens een andere naam hebben, ligt eraan welke rederij, welke cargador dat is. Maar wat zij doen is verzorgen van het schip. Dus waar we het vorige keer over hadden, waar we ook met Bas over hadden. Dus het aansturen van de roeiers en van de loodsen en zorgen dat er water aan boord is. Dat soort dingen. Dat wordt door zo'n kapiteinskamer gedaan. Die zorgen ook dat uiteindelijk de douanemanifesten en de manifesten van die schepen bij de douane heen en weer zijn geweest. Dat zijn primair hun taken. Waterklerken. Een waterklerk is een heel populair beroep, zeker onder jongeren in de haven. Waterklerken die gaan dan vaak aan boord. Minder dan vroeger, omdat heel veel digitaal gaat. Maar die gaan aan boord om dan ook daadwerkelijk met de bemanning de dingen te bespreken die er moeten zijn of wat dingen af te leveren. Dat is heel interessant. Nou, die cargador dus, die stuurt een stuwador aan. En de stuwador, dat is degene die zorgt voor het fysieke laden en lossen. Dus de cargador en de stuwador die hebben een 1-2'tje. Simpel gezegd, dus het schip wordt geladen en gelost. Dat doet de stuwador, de terminal doet dat. In het midden zie je een plaatje bij een van de moderne terminals met de automatische wagens die daar rondrijden. Links een grote bullenkraan, dat is wat de stuwadors doen. Hoe werkt dat dan? Want ja, je kan niet zomaar alles aan boord zetten. Dit is een plaatje van de Vuoksky Maersk, die in afgelopen september aan de Wilhelminakade lag. En op het, je ziet dat op het dek, daar zie je die markeringen zie je staan. En die markeringen die geven aan de positie waar de container aan boord komt. Dan zijn er een aantal containers die onder dek kunnen komen te staan. Een aantal containers die boven dek kunnen komen te staan. En je moet ook rekening houden met gevaarlijke stoffen. En er zijn reefers, die moeten aangesloten worden op stroom. Dat kan ook niet overal aan boord van het schip. Dus die positie waar aan boord die dingen moeten komen te staan is heel belangrijk. Maar we moeten ook letten op het gewicht. Als het te veel gewicht aan één kant van het schip staat, of aan de voorkant van de achterkant, heel simpel gezegd, dan kan zo'n schip, dan kan dat dus invloed hebben op de stabiliteit van dat ding. En dat is ook wel eens verkeerd gegaan, een aantal jaar geleden. De Mol Comfort, die is door midden gebroken en gezonken. Gevaarlijke stoffen stonden op de verkeerde plek, hebben gereageerd met zeewater en uiteindelijk is dat ding dus gezonken. Dus bij het laden van zo'n schip moet daar rekening mee worden gehouden. Dus vandaar ook dat zo'n cargador precies moet weten wat zit in de container en wat weegt dat ding. Zodat de stuurdoor dat op een goede manier kan gebruiken voor het beladen van het schip. Nou, en die stuurdoor, helder zijn het soms, vaak. Kijk links, daar zien we de shorders die werken op die terminals. Dit was een hele mooie, ook weer vanaf de Maasvlakte genomen. Twee jongens in zo'n stellage die aan een containerkraan hangen. En die moeten dus die twistlocks, waar die containers mee aan elkaar zitten aan boord van zo'n schip, zodat ze niet van elkaar vallen, die moeten zij dus daarin draaien. Dus de bovenkant van een container, daar zit een soort opening, daar kan je een twistlock in zetten. Eens een ding weegt al 1,5 kilo. En die staan de hele dag aan die gasten die dingen in die containers te draaien. Vanaf zo'n platform, weer en wind, 24/7 per dag. Dus een heel mooi vak. Vorig jaar hadden wij, Ed van der Hoek hadden wij ook bij de Crash Course. Als je de aflevering terugkijkt van vorig jaar op het YouTube-kanaal van RPPC, dan zie je dat hij daar nog meer over vertelt. Een mooi vak, echt een authentiek oud havenberoep. Kameraadschap is groot, maar ook wel een gevaarlijk beroep. Dus moet ook heel veilig. Veiligheid is heel erg belangrijk. Maar dat is het fysieke, traditionele havenwerk. Dan de expediteur. Ik zei al, die zorgt dat spullen in de container gaan. Links gewoon een warehouse hier ergens in Rotterdam, waar dan pallets geladen zijn
met dozen met spullen. En aan de rechterkant, er staat een helikopter staat daarin. Ja, zelfs helikopters kunnen in containers vervoerd worden. Deze werd gebruikt voor de sloop voor onderdelen. Maar die onderdelen zijn nog geld waard, dus daar moet nog steeds voorzichtig mee omgegaan worden. En zo kan je eigenlijk alles in zo'n container kan je meenemen. Dus rol, cargo door, schip, het laden van het schip, expediteur, wat gaat er in de container? Die gaat over de lading zelf. Die gaat over de doosjes en de losse spulletjes. Heel simpel gezegd komt het daar op neer. Dat klinkt allemaal heel erg leuk. En dat is ook wel heel erg interessant, daar kunnen we heel veel over zeggen. Maar ik zei al, dat hele havenlogistieke proces is een combinatie van taken. En iedereen moet met elkaar samenwerken. Niet alleen hier in de haven, dus de terminal met de stuurdoor en de cargador en de expediteur om alles, dat hele proces te laten lopen. Maar er zijn nog veel meer partijen zijn betrokken die uiteindelijk moeten zorgen dat die goederen van A naar B kunnen. Dus wereldwijd wordt gewerkt met partners en agenten, je ziet het in beeld staan, vaak in netwerkverband. Netwerken tussen verschillende partijen, tussen bedrijven. Het kan zijn eigen kantoren in Nederland en in China of aan de andere kant van de wereld. Of je hebt partners waar je mee samenwerkt. En bij elkaar moet dat bij elkaar gebracht worden. Informatie van het ene land gaat naar het andere land. En zo kunnen wij die hele datastroom kunnen wij verzorgen. Transittijd, prijs, service levels zijn heel erg belangrijk, maar duurzaamheid wordt ook steeds belangrijker in dat hele proces. Je zag net staan Incoterms. Incoterms, de afspraken tussen koper en verkoper. En die zorgen ervoor dat de verantwoordelijkheid voor het stukje vervoer dat er is, dus degene die de vracht betaalt, simpel gezegd, is degene die verantwoordelijk is voor dat stukje van transport. En dan kan het zijn dat je de vracht betaalt in het land van vertrek. Of de vracht wordt betaald in de haven van aankomst, dus waar het schip aanbiedt. En degene die dus de vrachtkosten betaalt, het zeetransport, dat is doorgaans degene die ook de verantwoordelijkheid draagt over dat stukje transport. En totdat het kritieke punt komt dat dan degene die de volgende stap in de keten, dus de overdracht in de haven, afhankelijk van de incoterm, die neemt dan die verantwoordelijkheid, nemen ze over. Dus die incoterms zijn heel erg belangrijk in dat hele internationale vervoer en in de samenwerking. Want vooraf moeten we precies weten wie betaalt wat en is waarvoor verantwoordelijk. Nou, al heel veel verteld eigenlijk in korte tijd. Nee, dus we gaan lekker. Als er vragen zijn, stel ze in de chat. Misschien hebben we al vragen binnen gehad, Heli. We hebben nog geen vragen binnen gehad, nee. Nou, dan is het wel of heel erg duidelijk. Onze verbinding doet het niet. Dat laatste daar heb ik al vertrouwen dat het wel zo is. Nee, stel al je vragen gerust in de chat en dan komen die bij ons terecht. En dan kunnen wij daar ook nog iets mee doen. Mag ik je iets vragen over de incoterms? Tuurlijk. Want wat zijn er nou, want ik zag een heel rijtje staan. Ja. Maar ik weet niet of ze allemaal evenveel voorkomen. Dus wat zijn nou de meest voorkomende en wat betekenen ze? Ja, kan dat presentatie even terug? Dan kunnen we die incoterms even zien. Er staat, dit zijn er vijf, maar er is een heel rijtje incoterms. En de ene is meer voor luchtvervoer en de andere meer voor zeevracht. Degene die vaak voorkomt, dat is altijd het leuke ervan, welke incoterm is het beste? Daar kan je ook met mensen ook uren over bomen. Het algemeen is dat veel expediteurs en klanten kiezen voor de makkelijkste. En dan is het meest overzichtelijke is dan, we kiezen free on board. De vracht wordt aan boord van het schip gezet in de laadhaven. En dan vanaf dat moment is de koper al verantwoordelijk voor de vracht. Of het draait het om dat de verkoper verantwoordelijk is tot aankomst in de loshaven. En vanaf daar neemt dan de koper het over met afhandeling daarvan. Dus dan is het of bij vertrek of bij aankomst wordt dan die verantwoordelijkheid overgenomen. Het kan ook zijn dat met een ex-works levering betekent dat eigenlijk, is heel simpel gezegd, we hebben de fabriek. We zetten de deur open, we schoppen de pallet naar buiten, doen de deur en zeggen succes, toedeledoki. En de koper mag alles regelen vanaf die fabriek tot aan de mensen thuis, tot aan de spullen die aankomen. Dus het ligt heel erg aan wat voor goederen het zijn en de verantwoordelijkheid die eraan zit. Maar naar mijn idee, en misschien dat deelnemers daar anders over denken, maar mijn idee zijn ex-works inderdaad en SIF en FOP de meest gebruikt, omdat die het meest eenvoudig toe te passen zijn. DDU kan natuurlijk ook zijn. Er zijn wel meer bij die worden gebruikt. Maar het ligt een beetje aan de lading en wat de klant wil. En de ene discussieert over dat FOP misschien niet goed zou zijn. En de ander vindt SIF niet goed. Maar dat is ook weer wat de klant wil. Ja, en het risico die ze daarbij willen nemen. Als ik het goed begrijp,
is het dus als je iets koopt in het buitenland, heb je natuurlijk een prijs die je betaalt. Ja. En dan moet je ook heel goed opletten welke incoterm daar dan bij hoort. Want het zou nog wel eens kunnen dat daar dan extra kosten bij komen. Ja. Als je ex-works koopt, dan betaal je eigenlijk nog voor het hele traject wat er dan achteraan komt. Ja, ja, ik heb daar vroeger, toen ik nog in de handel zat, wel eens een foutje meegemaakt. Ja. Ik denk, ik koop prepaid, hè, dus alles is vooruitbetaald. En ja, dus die spullen kwamen binnen en ik kreeg een hele gepeperde rekening van de expediteur. Ik denk, ik heb toch alles vooruit laten betalen? Ik bedoel, waarom moet ik nou betalen? Ja, ik was toen geen idee. Ik moest ook even leren dat alles wat dan, hè, dat is prepaid tot aankomst Rotterdam. Alles wat daarna gebeurt, dus en de inklaring en de TSC en de terminal handling kosten. En de inklaringskosten en de invoerrechten en alle dossier, alles wat erbij kwam, transport, dat is er wel voor mijn rekening. Ja, en als je dat niet weet, en dat is een beetje het probleem wat we wel vaker meemaken in niet zozeer in de haven, maar wel bij importeurs, is dat stukje kennis van wat valt nou onder de afspraken die je hebt met je leverancier, met jou, met je expediteur, wat valt daar nou precies onder? Kamer van Koophandel heeft daar heel veel video's over en informatie over staan op hun website. Dus als ondernemer heel zinvol om daar ook naar te kijken wat de KVK erover zegt. Maar het is wel heel belangrijk om dat in de gaten te houden. Mooi voorbeeld ook, en dat is iets wat heel dichtbij staat. Als je denkt, hoe werkt het nou precies? En tot een paar jaar geleden, als je bij een Chinese webwinkel iets kocht, dan was het gewoon, ja, je kocht iets en dan was het gewoon, het werd uitgeleverd. En dat zorgde ervoor dat je niet onder die 21, 22 euro kwam. Dat je eronder bleef, want als je meer had, dan moest je in één keer gaan betalen bij je PostNL afhaalpunt. Ja, dat willen we niet. Dus we zorgden altijd dat we onder die, hè, misschien kennen we dat nog wel, je zorgde dat je onder die 22 euro bleef. Nou, sinds een paar jaar is het dus niet meer zo. De techniek van de douane is zodanig verbeterd dat ook voor die kleine zendingen van 2 euro dat ze al btw kunnen belasten. En dat gebeurt nu dus ook. Alleen zijn afspraken met de ene webwinkel die zegt, ik doe gelijk de btw belasten met dat je koopt. En de andere zegt, ik doe dat niet. Nou, en dan kan het zijn dat je iets koopt voor een tientje. En dat komt hierheen. En denk, ja, het is afgeleverd. Maar dan krijg je dus nog dat de naheffing btw nog moet betaald worden. Plus inklaringskosten bij zo'n afhaalpunt. En daar zit je niet meer op te wachten. Dus dat stukje, dat hebben ongetwijfeld een aantal van jullie hebben dat wel eens meegemaakt. Eigenlijk is met incoterms is dat hetzelfde. Je moet weten waar het over gaat. En als je weet wat die incoterms inhouden en waar jouw verantwoordelijkheid ligt, ja, dan kom je ook niet voor verrassingen te staan. Nou, dan kan de expediteur kan je daar zeker ook in adviseren. En laat je ook adviseren daarover. Of inderdaad bij de Kamer van Koophandel. Helder, dankjewel. Mooi verhaal. Ja, zeker. Ja. Dus, ik had een vraag klaarstaan. Als ik het goed heb. Ja. Mag ik even de presentatie of komt de vraag in beeld? Ja. En dat staat heel mooi aan op mijn verhaal van net. Waarom is het voor jou belangrijk om te weten wat de klant wil? Volg je instructies? Of geef je advies hoe het transport beter, veiliger, goedkoper of sneller kan? Wat vinden jullie? En geef je antwoord in de chat. Dan ben ik heel benieuwd wat jullie de antwoorden daarop zijn. En daar komen we dan dadelijk op terug. Dus je kan je antwoorden in de chat zetten. Wij gaan even verder, maar dan komen we zo terug op die antwoorden. Mag ik nog even een vraag erin gooien, Ramon? Tuurlijk. Want net vertelde je iets over wat een stuurdoor doet. Ja. En iemand vraagt, is een stuurdoor hetzelfde als een kraanmachinist? Een leuke vraag. Ja. Ja. Een kraanmachinist werkt op de terminal en is onderdeel van het stuurdoorsvak. Dus de stuurdoor is het voor het laden en lossen van de schepen. Dat is hun verantwoordelijkheid. En een kraanmachinist is ook aan boord van, is ook op zo'n terminal en zorgt dat die goederen ook gelost en geladen kunnen worden. Dus de kraanmachinist is onderdeel van het stuurdoors gebeuren. Zo moet je een beetje, ja. Zo moet je een beetje zien. Okay. Leuke vraag. Ja, zeker. Dan hebben we nog een leuke vraag. Ja? Iemand vraagt, welke incoterm past het best bij intermodaal vervoer? Oh. Ja, ik dacht wel dat jij zou denken, oh jee, wat. Dit is een goede, mooie vraag. En misschien wel even een uitdaging. Ja, dat is niet te zeggen. Dat hangt zo af van de goederen en wat je wil. Kijk, wil je zelf als partner in Rotterdam controle houden, ja, dan zou je zelf vanaf hier zou je dat natransport dan moeten regelen en daar de verantwoordelijkheid voor houden. Dus dan ga je zeg maar naar richting een delivery duty paid of zoiets van, bij zeg maar, zelf de transportregel tot aflevering.
En als je zegt, ja, ik wil het niet, ja, dan houden we op een ex-works en dan is de koper blijft dan verantwoordelijk voor wat er gebeurt. Maar dat ligt heel erg aan wat voor goederen het zijn en wie de verantwoordelijkheid daarvoor draagt. En wie in control is van zijn lading. Meestal degene die de lading genereert, hè, dus de expediteur heeft een klant. Maar het kan ook zijn dat de expediteur aan de andere kant van de wereld een klant heeft. Dus dan is het dat de origin, dus waar het vertrekt, dat die dus in controle zijn. En dan kunnen ze wel zeggen, ik wil dat de aankomst dan de vrachtkosten betaalt. Maar het is wel de klant die in China of in een ander land is gegenereerd. Maar dan kan ook andersom zijn dat de klanten hier in Rotterdam zijn of in Nederland zijn. En dat die klanten zeggen, ik wil dat je boekt bij jouw agent aan de andere kant van de wereld. Dus wie is in controle van die opdracht? Is het hier in Nederland of is het de andere kant van de wereld? Dus daar kan het ook mee te maken hebben. Dus het is heel lastig om daar iets zinnigs over te zeggen, om daar advies in te geven. Want het ligt heel erg aan de zending, dus heel erg individueel. Ja. Nou ja, dit toont maar weer eens aan, dit antwoord, hoe belangrijk het is om een expediteur in de arm te nemen, die je heel goed kan adviseren over al die verschillende incoterms. Ja. Bedankt voor jullie vragen, leuk. Ja. Nou, die partnersamenwerking, als die je in de presentatie weer terug mag. De samenwerking met partners is heel simpel gezegd. Eigenlijk sluit ik heel mooi aan op wat we al gezegd hebben, de vraag die we kregen. Op het basisprincipe van samenwerken. We hebben transport, dat gaat van de een naar de ander. En de andere kant gaat geld weer terug. Dus het is geld, producten worden geleverd en geld moet dan weer naar die verkoper. Nou, afhankelijk van de income terms, waar wordt de vracht betaald? Dat kan hier zijn, dat kan aan de andere kant van de wereld zijn. He, dat wordt in de income terms wordt dat bepaald. Maar het is wel zo dat er altijd een goederenstroom van de ene kant is en een geldstroom naar de andere kant. Dat is dat basisprincipe, zo is het eigenlijk een soort van visuele cirkel. Wat daar dus steeds meer bij komt en wat steeds belangrijker wordt, en dat is die grote rode lijn aan de onderkant, van links naar rechts en van rechts naar links, is die informatie en data. En al die informatie van data heb je nodig om dat stukje transport en dat stukje geld, om dat in goede banen te kunnen leiden. Nou, gelukkig hebben we daar een expert voor in huis die daar iets meer over weet. En toevallig staat ze ook naast me. Charlotte, kan jij iets meer zeggen over die data stroom, die belangrijke datastroom. Precies. Nou, ik heb het hier ook al op de slide staan. Informatie en data als brandstof voor de maritieme logistiek. We hebben het vaak over datadelen, maar waar het uiteindelijk allemaal om gaat, is de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste partij hebben. Als je even naar de volgende slide gaat, dat kan jij doen. Ja, dat kan ik zelf ook doen, blijkbaar. Ja, ik help je graag. Nou, dankjewel. Hier is een heel simpel voorbeeldje, wat we denk ik allemaal wel kunnen herkennen. Het envelopje is de informatie. En eigenlijk zie je dat in de vroegere tijden, Ramon zei het al eerder, we zijn best een innovatieve haven. Maar je ziet nog steeds wel dat het heel vaak gebeurt dat partijen telefonisch contact hebben. Dus de cargador heeft contact met de expediteur om informatie over het zeeschip bijvoorbeeld te geven. Nu hebben we al iets meer geautomatiseerde bedrijven. Die kunnen dat ook via automatische e-mails doen. Die moeten nog wel met de hand verwerkt worden. En we zien nu langzaam dat de bedrijven in de Rotterdamse haven steeds meer geautomatiseerd kunnen werken. Dus de data op het actuele moment van partij A naar partij B kunnen krijgen. En uiteindelijk is dat heel belangrijk om hun eigen operatie uit te voeren. En volgens mij heb jij hierna een plaatje waarin we daar iets verder op in kunnen gaan. Ja, ik heb een plaatje meegenomen. Die staat in de presentatie. En ja, je mag er naar kijken, je mag hem lezen, maar je mag hem ook heel snel weer vergeten. Want dit is zo'n ingewikkeld verhaal eigenlijk om dat eventjes zo uit te leggen. En in de voorbespreking hadden Charlotte en ik het hier ook al over. Zij heeft nog een veel mooier plaatje erover, veel uitgebreider. Maar wat hier eigenlijk staat is een hele simpele weergave van hoe zo'n transportnetwerk in elkaar zit. Dus we gaan van verkoper naar koper. Dan heb je een stukje voortransport waar dan een trein of een vrachtwagen of een binnenvaartschip of welke modaliteit voor gebruikt kan worden om die goederen bij de haven te krijgen. Nou, dan moet je afspraken maken met die partijen die dat doen. Maar dan heb je ook afspraken nodig met een cargador en een terminal die moeten zorgen dat uiteindelijk die dingen aan boord gaan. En wie gaat dan betalen? Wie doet wat? En welke voorwaarden hangen daar aan vast? En dan ga je ook weer van wie gaat de andere kant van de wereld regelen? Wie gaat daar de goederen ontvangen? Wie gaat het schip lossen? Wie gaat zorgen voor de douaneaangifte, maar dan ook zorgen dat daar weer het natransport met een trein, met een binnenvaartschip of met een vrachtwagen, dat het ook weer op bestemming gaat komen. En iedereen heeft een rol in die keten, hè, daar hebben we het vaker over gehad, maar ook iedereen moet
die informatie met elkaar delen om uiteindelijk te zorgen dat die goederen van daar daadwerkelijk komen. En iedereen wil dat doen met de beste voorwaarden en dat doe je door afspraken te maken met elkaar in een netwerk. En als je een netwerk hebt waarin je dus afspraken maakt over data, bijvoorbeeld over geld, dan kun je ook afspraken maken over het delen van data en informatie. He, dus dat is zeg maar jullie stukje in die keten. Kan je daar iets over zeggen? Over de rol van Powerpace in die keten? In zo'n netwerk. Netwerk. Nou, ja. We gaan daar straks even wat verder op in. Heb ik een hele plaat waar we het hele importproces in de Rotterdamse haven visualiseren en wat de rol van Powerpace daarin is. Vorige week hebben jullie het gehad over de havenautoriteiten, die zijn er ook mee betrokken. Dus we hebben het niet alleen over de cargador of de expediteur, maar er moeten ook afspraken worden gemaakt met de havenautoriteiten zelf. Er moeten afspraken worden gemaakt met de terminals en alle partijen die onderdeel zijn van die supply chain, dus van die keten, die hebben op een bepaald moment de data nodig. En daar speelt Powerpace een belangrijke rol in. En daar zullen we zo wat dieper op ingaan. Ja, interessant. Ja, nou wil ik even terug naar de vraag. Zijn er vragen binnengekomen, antwoorden binnengekomen? Ik heb nog geen antwoorden binnengekomen. Nog geen antwoorden zal ik mij melden wanneer ik iets weet? Ja, dat is goed. Ik heb nog wel een vraag binnengekomen. Ja. Nog een beetje anders dan waar jullie het net over hadden, maar ik vond het wel een leuke vraag. Iemand die zei, want ik vind namelijk de term zo mooi. Ja? Wat is het verschil tussen een lijndienst en de wilde vaart? Oh, leuke vraag. Wilde vaart klinkt heel... Heel wild. Heel wild klinkt dat, ja. Ja, nou, lijnvaart, eigenlijk heel simpel gezegd, is een dienstregeling. Dus ja, we hebben de bus, die gaat van halte naar halte. En je weet precies wanneer die aankomt. En dat is eigenlijk wat lijnvaart is. Dus er is een vastgesteld vaarschema. We weten precies wanneer een schip vertrekt en wanneer die aankomt. Zij het dat onder de omstandigheden er wat vertraging kan zijn. Dat is de NS, die heeft ook wel eens vertraging. Maar dat is eigenlijk, simpel gezegd, is dat de lijnvaart. En de wilde vaart is... De taxi, maar je weet niet waar die nu is en waar die straks rijdt en waar die morgen rijdt. Dus die heeft per klus gaat hij zijn route bepalen. Dus heel simpel gezegd is dat een beetje het verschil tussen de lijnvaart en de wildevaart. Dus allebei heel interessant. En ze moeten allebei hetzelfde doen, want moeten ze dezelfde regelingen doen. Ze komen bij dezelfde terminals aan, dat soort dingen. Maar alleen lijnvaart is veel gecontroleerder, omdat je precies weet wanneer die schepen aankomen en vertrekken. Hoeveel capaciteit er is, wat we kunnen laden, wat er voor nodig is. Dus de activiteiten die nodig zijn om die lijnvaart te behandelen, ja, dat weten we eerder, kunnen we eerder inplannen. En bij wilde vaart is dat wat losser. Okay. En zijn er dan nog speciale andere goederenstromen die dan met de wilde vaart gaan? Want, ja, dat is breekbulk, natte bulk, droge bulk, stuk goed. Containers zijn vaak lijnvaart. Containers is heel vaak lijnvaart. Ja, dus eigenlijk als het een speciale... Dus breakbulk is vaak maatwerk. Dat is niet iets wat heel regelmatig getransporteerd wordt. Dat doe je met de wilde vaart. Ja. En iets wat eigenlijk een stroom die altijd wel gaat, dat kan je natuurlijk inplannen. En dat doe je dan met een lijndienst. Ja. Okay. Ja, als je in Rotterdam bent en je gaat langs de Parrekade, dus aan de overkant van de Wilhelminakade. Als je daar loopt, dat is een van de plekken in Rotterdam waar die schepen ook gratis kunnen liggen, te wachten op een nieuwe opdracht. Daar zie je altijd schepen liggen, bulkschepen die dan open zijn. En die liggen dan leeg, dek open, je kan er binnen kijken. Maar dat zijn altijd wilde vaartschepen, want lijnvaartschepen, die komen daar niet, want die komen binnen op een plekje, die gaan dan weer weg. Dus de schepen die daar liggen, en dat is heel mooi te zien vanuit de stad. Die schepen, dat zijn vaak wilde vaart. Wat leuk. Ja. Dus tramshipping, dat is een mooie term, tramshipping. Tramp de zwerver. Ah, die zwerven zo de wereldzee over. Ja. Romantisch klinkt dat. Ja, dat is een beetje Frank Sinatra, hè? Ja. We hebben nog geen antwoorden op de vraag, dus ik stel voor dat we doorgaan met de presentatie. Als we de antwoorden hebben, dan breek ik even in. Ja, goed. Ik wil een stukje actualiteit meenemen. Mag ik de presentatie weer? En dit is een links... Is een schema eigenlijk waarin we het goederenvervoer in de Nederlandse zeehavens per kwartaal, dat we dat kunnen zien. En we weten allemaal, afgelopen tijd was het allemaal wat moeilijker in Europa ook met de economie. Dus het was een teruggang in de economie. Op het moment dat er dus minder lading, minder economie is, en de economie zakt in, we zaten tegen een recessie aan, net wel, net niet. Maar in ieder geval... Hoe minder wij kopen in Nederland en in Europa, des te minder lading is er. En vaak zien wij al die trend van, van,
van een mindere economie zien we in de haven al eerder terug dan dat de televisie erover vertelt. Want dan zien we al dat de volumes aan het afnemen zijn. En dat is eigenlijk hier ook de laatste tijd is dat ook zo geweest. En je ziet in dat schema, dan zie je dat het lijntje, hè, met het linkerplaatje, dat hij een beetje langzaam naar beneden gaat. Maar je praat over miljoenen tonnen. Dus één zo klein beetje naar beneden is stiekem al heel erg veel. Ergens zie je een bericht van de Loadstar recentelijk dat en Rotterdam en Antwerpen met Zeebrugge samen, dat die dus op containers alleen al een drop hebben van 7,2 en 6,8%. En ook Rotterdam, de laatste berichten vorige week van Nieuwsblad Transport, die zeggen allemaal een beetje hetzelfde. Dus wij zien uiteindelijk wel dat het volume langzaamaan nu een beetje aan het minderen is. Wat geschiedenis ons leert, is het moment dat als er minder lading is, het aantal taken, het aantal logistieke handelingen, dat verandert dus niet. We moeten nog steeds evenveel dingen doen, alleen we hebben minder lading, maar wel hetzelfde infrastructuur en hetzelfde aantal mensen. Wat we ook hebben is dat er dus nog steeds duizenden vacatures zijn in de haven. Dus ook al zouden we meer lading hebben, dan is het nog steeds dat wij dus meer moeten doen met minder mensen. Komt erop neer dat wij steeds afhankelijker worden ook van die efficiëntieverbeteringen in de haven. Wij moeten digitaliseren, wij moeten automatiseren. Robotisering is heel erg belangrijk, zodat die havenprocessen steeds sneller gaan. In tijd van recessie, dus mindere economie, moeten we dat doen om die kosten te sparen, om goedkoper te kunnen werken. Op het moment dat we dus meer lading hebben, maar minder mensen, moeten we dat doen om te zorgen dat we geen vertragingen krijgen in de haven. Dus dat beeld van dat slimmer maken, een haven innovatiever maken, dat is iets wat eigenlijk een ongoing proces is. Dat blijft gewoon eigenlijk altijd doorgaan. En een voorbeeld ervan, ook recentelijk, deze maand, een bericht is naar buiten gekomen dat ook de laatste 5 terminals in containerterminals over zijn gegaan op TAR. Kan je daar meer over vertellen, Charlotte, hoe dat precies in elkaar steekt? Ja, natuurlijk kan ik dat. Nee, TAR is Truck Appointment Reference, of bij de ECT Remote Check-in, is eigenlijk vergelijkbaar met wat we vroeger ook kenden. Als je bijvoorbeeld naar het gemeentehuis ging om je paspoort op te halen, dan ging je daar naartoe, 2 weken nadat je je paspoort had aangevraagd. Dan trok je een kaartje en dan kon je wachten tot je werd geroepen en aan de beurt was. In de logistiek was het eigenlijk ook zo. Als jij een container werd gelost van een zeeschip en een achterlandmodaliteit, dus een vrachtwagen die wil die container ophalen en die reed naar de terminal op in de hoop dat de container daadwerkelijk van het schip was geladen en de vrachtwagenchauffeur de container dus kon ophalen. Wat die remote check-in of die truck appointment reference eigenlijk doet, is van tevoren informatie uitvragen bij de terminal over de container. Dus de vervoerder die kan al een aanvraag doen bij de terminal. Wat is de status van de container? Dus die maakt vooraf al een afspraak. Die krijgt informatie over die container terug. En die kan aan de hand van die TAR-code, dus de appointment reference, kan die invoeren bij de gate op de terminal en op die manier de container ophalen. Dus er is eigenlijk vooraf al informatie beschikbaar. Dus dat is delen van de informatie in de keten. Dus de terminal geeft informatie aan de vervoerder. En de vervoerder die hoeft niet meer te wachten, omdat die weet wat de status is. En die kan zo de terminal oprijden. Ja, en het nieuws eigenlijk van dit bericht was dat de laatste terminals, dus Rotterdam, uiteindelijk over zijn gegaan ook op dat systeem. Ja. De pinnummers, die hebben we niet meer. Nee. Nee, heel mooi. Nou, omdat je er toch bent. Ja. fantastisch. Ik ben heel benieuwd naar een stukje toch meer inzicht in dat digitaal denken van de haven. Ja. Nou, dan wil ik jullie daar graag allemaal in meenemen. Nou ja, werkzaam voor Portbase, daar hebben we het al kort over gehad. Portbase, staat de slide ook voor de kijkers thuis online? Ja, een neutraal platform met landelijke dekking als stabiele basis voor de efficiëntie van de Nederlandse havens. Een hele mond vol. Maar wat we eigenlijk doen is alle Nederlandse havens efficiënter kunnen laten werken. We zijn een organisatie voor en door de havencommunity. Dat wil zeggen dat we ons ook echt inzetten voor de havencommunity en niet zelf bedenken wat we gaan doen. We zijn not for profit. Onze aandeelhouders zijn het havenbedrijf Rotterdam en het havenbedrijf Amsterdam. En wij verzorgen binnen Portbase het nationale port community systeem sinds 2002. En daarmee zijn we ook het grootste port community systeem van Europa. Wat doet zo'n port community systeem dan? Ramon heeft jullie al meegenomen in heel veel kernprocessen van de haven. Van de havenlogistiek, de belangrijke stakeholders in de haven. We hebben het vorige week gehad over de havenautoriteiten. En die kernprocessen die zijn altijd bezig.
Maar daaronder is ook een digitale infrastructuur. En binnen Portbase faciliteren we eigenlijk de digitale infrastructuur om de kernprocessen in de haven efficiënter te maken. Dus daarnet werden de 3 stromen laten zien door Ramon. Dus je hebt altijd een fysieke stroom, een geldstroom en een datastroom. En wij zijn dus de verantwoordelijk voor de datastroom voor die fysieke stroom van de kernprocessen van de havenlogistiek. Nou, ik heb straks een plaatje voor jullie. Dat is misschien een beetje overweldigend. Je hoeft niet meteen alle lijntjes te volgen. Maar ik zal jullie daar eventjes kort doorheen nemen. Hier heb je een overzicht van het importproces. Ramon heeft het ook al een aantal keer gehad over het exportproces. Dus wat er gebeurt aan de andere kant als in China een container wordt volgestopt op een schip wordt gezet. Maar we gaan nu eventjes kijken hoe het werkt als dat schip aan moet komen in Rotterdam. Dus we hebben Ramon liet net het grote Evergreen schip al zien, vol met containers. En wat gebeurt er dan? In principe zie je een beetje midden onderin de rederij en de cargador en die moeten allereerst het zeeschip aanmelden. De havenautoriteiten moeten weten wanneer het schip aan moet komen. Die moeten weten of er plek is op de terminal. Dus de terminal moet weten dat die aan moet komen. En vorige week hadden we natuurlijk iemand van de roeiers hier. Ze moeten ook weten of de roeiers of de loodsen ingezet moeten worden. Dus de rederij en de cargador die sturen dat bericht naar Portbase. En Portbase deelt die informatie weer met de havenmeester. En de havenmeester kan die informatie weer teruggeven naar Portbase. En Portbase geeft weer de benodigde informatie terug aan de rederij. Dus in die situatie zijn we een doorgeefluik. Nou ja, naast de rederij die moet zorgen dat het zeeschip mag aankomen, hebben we ook de importeur, dus de ladingeigenaar, die de lading moet aangeven. En dat moeten ze vaak doen bij de douane. Dus daarin zie je Portbase ook weer een centrale rol hebben naar de douane. Dus je ziet rechtsboven in de afbeelding zie je de aangever ofwel de douaneagent. Die moet informatie doorgeven aan de douane. En de douane die koppelt dat ook weer via Portbase terug. Even kijken hoor, welk lijntje we daarna hebben. Ja, we zien hier ook heel service specifiek, maar dat is in principe niet heel, heel interessant voor iedereen. Want we hebben heel veel verschillende services binnen Portbase. Waar we het ook al over hadden, de cargador en de expediteur hebben ook informatie van elkaar nodig. Jij gaat straks nog wat verder in over welke informatie dan belangrijk is, maar ik geef alvast een tipje van de sluier. Als expediteur aan deze kant van het water wil je natuurlijk weten wanneer het zeeschip er is, omdat jouw klant uiteindelijk de goederen op een bepaald moment in zijn distributiecentrum wil hebben. En via Portbase kunnen zij dus ook weer zien, omdat de rederij en de cargador dat schip hebben aangemeld, wanneer dat zeeschip aankomt. Dus dat is voor de expediteur weer een mooi inzicht om te zien wanneer ze de achterlandvervoerder, dus degene die het transport regelt van de haven naar bijvoorbeeld het distributiecentrum, een opdracht kunnen geven om die container weer af te halen. Nou, zo zie je dat er best wel veel gebeurt. De terminal is natuurlijk ook nog een belangrijke speler. Zoals we net al zagen in het actuele voorbeeld van de TAR of RCI-code, dat er statusinformatie van een container wordt doorgegeven aan de achterlandvervoerder. Dat gebeurt ook weer via het centrale platform van Portbase. En op die manier zijn we eigenlijk met alle stakeholders in de haven verbonden. Wat het makkelijk maakt voor alle belanghebbenden in de haven, dat ze op één neutraal platform alle informatie, benodigde informatie kunnen krijgen. En niet met alle losse klanten, losse stakeholders apart contact moeten hebben met bijvoorbeeld telefoon, e-mail en dat soort zaken. Dus dat is de rol van Portbase in een notendop. Ja. Ja, een begrip in de haven, hè, Portbase. Dus ik denk dat de meeste van jullie de naam Portbase kennen en daar ook wel mee werken. En informatie die Portbase nodig heeft en die we allemaal nodig hebben, is heel vaak is dat gewoon redelijk ja, logische informatie. Want wat heb je nodig om iets te kunnen laten varen of rijden of wat dan ook. Ja, je moet weten wat het is, hoe zwaar het is, waar het heen moet, dat soort informatie. Maar wat wij heel erg eng vinden in de Rotterdamse haven en overal eigenlijk, is het delen van data. Het veilig delen van data. Ik heb daar een sheet voor klaarstaan. Ik weet niet, ja, er staat de vraag, dat deel me even. Maar we moeten even van de regie horen, want we hebben wat problemen met de open vraag stellen. Kunnen wij deze vraag wel stellen? Werkt dat? Ja, deze werkt. Dan gaan we deze vraag gelukkig gewoon stellen. Hartstikke leuk. Want we hebben het gehad over bedrijfsprocessen, automatiseren, digitaliseren. Ik ben heel erg benieuwd ook naar wat jullie vinden. Is jouw bedrijf vooruitstrevend in innovatie? Vind je dat zelf? Of gaat alles digitaal wat belangrijk is? Zeg, ja, of we hebben heel veel gedaan, maar dingen kunnen nog
moeten we dat zeker nog doen. Of zeggen van ja, ik vind eigenlijk dat wij nog wel ons huiswerk moeten doen. Wij zijn nog niet zo geavanceerd. En bijvoorbeeld wat Charlotte net vertelde over de samenwerking in de haven en hoe die data allemaal bij elkaar moet komen om uiteindelijk een nieuw havenproces te kunnen aansturen. Hebben wij daar nog wel stappen in te zetten? Of is het voor jou niet van toepassing? Dus ik ben eigenlijk benieuwd hoe de deelnemers hierover denken. Ja, ze zijn druk aan het invullen, Ramon, ja, zie ik. En ik heb eigenlijk nog wel een vraag aan Charlotte. Het ziet er eigenlijk heel logisch uit wat jullie doen. Is dit nou overal in de wereld zo geregeld? Nee, Ramon gaf het ook al eerder aan. Als Rotterdamse haven lopen we wel voor. Je hebt in meerdere havens heb je port community systemen. En wat je bij ons wel echt ziet, ook vanuit het havenbedrijf Rotterdam, dat er ook wordt gestimuleerd om Portbase als centraal platform te gebruiken. Dus we hebben hier wel wat stappen voor op andere havens, waarin al die informatie op een centrale plek te vinden is voor de verschillende ketenpartners. Oké, top. En biedt ons dat dan ook een concurrentiepositie ten opzichte van andere havens? Ramon gaf dat net ook al aan. Ja, toevallig een van mijn studenten is met een onderzoek bezig. Dat gaat dan over een haven in Indonesië, ook een van de grotere havens in Indonesië. En die hebben verschillende systemen en dat vind ik als een mooi voorbeeld. Zeker als je met internationale studenten werkt, wat ik mag doen, dat is voor mij heel erg leuk. Maar dat je ook die verhalen hoort uit die andere landen. En het probleem in die haven is dat er een terminal is die heeft een systeem. En het havenbedrijf heeft een systeem. En de vervoerder heeft ook een systeem. Maar dat communiceert niet. Dus ze weten van elkaar niet wat er gebeurt en wat er moet gebeuren. Met het gevolg is, de boot is binnen. Ze raden ze alle tegelijk naar de haven. En je krijgt één grote lijn met vrachtwagens die door de stad heen gaan. Zeker in een port city waarbij dus de stad heel dicht bij de haven is. En dan krijg je enorme verkeersopstoppingen in de buurt van die terminal. Omdat ze gewoon niet weten wanneer kan ik iets ophalen. Nou, en door, dat is zijn onderzoek, door het samenbrengen van die informatie. Als dat kan, dan gaan ze die efficiëntie in die poort gaan ze enorm verbeteren, maar alleen maar door gebruik te maken van de informatie die er al is. Dus hoeven ze nog niet eens informatie te genereren, hoeven niet eens hele nieuwe systemen te gaan verzinnen, maar het is gewoon het samenbrengen van die data. Nou, en dat zijn stappen die lijken heel erg eenvoudig om te doen. En misschien is het ook wel te doen, maar het zijn wel stappen die er gewoon dus nog niet zijn. En als het vergelijkt hoe we dat dan in Nederland doen, ja, dan is dat of in Europa, dan zijn wij toch wel heel ver daarin. Top. Ik kan me voorstellen dat het ook een enorm effect op de duurzaamheid of de leefbaarheid in zo'n stad heeft, als ze dat van elkaar hebben. Ja. We hebben de polvraag, de uitslag is binnen. Nou, hier deel ik hem ook met jullie en met iedereen die hem verder kan meekijken. Dus we zien eigenlijk dat heel veel mensen zeggen, veel is gedaan, maar er zijn ook nog wel verbeteringen mogelijk als het gaat over automatiseren en digitaliseren. Dat is misschien goed nieuws voor Portbase. Dus dat is fijn, is goed om te zien dat er nog veel mogelijk is. Er zijn ook mensen die zeggen, wij zijn heel vooruitstrevend in innovatie. Ik zou je graag willen oproepen, meld je dan, want daar zijn we eigenlijk heel benieuwd naar. Dus als je dat leuk vindt om daar iets meer over te vertellen, dan horen we dat graag. Dus laat dat aan ons weten. En er zijn ook nog partijen die zeggen, we hebben wel wat gedaan, maar we hebben ook nog wel wat huiswerk te doen. Dus misschien is hier een connectie te leggen tussen de partijen die al veel gedaan hebben en misschien kunnen jullie iets van elkaar leren. Ik denk wel dat het een heel belangrijk onderwerp is. Zoals we net al hoorden, digitalisering en automatisering is een heel belangrijk aspect voor de Rotterdamse haven. Dus interessant om daar meer aandacht aan te besteden wellicht een keer. Dus meld je als je daar iets over wil vertellen. Ik ga weer terug naar jou, Ramon, voor de presentatie. Ja, dan wil ik graag naar de presentatie weer terug. Dat is leuk om jullie antwoorden ook te zien. En ook weer heel erg herkenbaar. Hè? Op het moment dat, en ik zei al van die aantal jaren geleden, was het niet zo'n noodzaak om heel erg te innoveren. En dat is sinds 2008, 2009 is die noodzaak even versneld gekomen door de toenmalige economische situatie. En de jaren daarna met heel veel economische groei, dat we ook verder moesten gaan. Maar het is ook weer dat het ene bedrijf is daar dus meer in doorgegaan dan een ander. Papierloos werk is iets wat heel normaal lijkt, maar wat niet normaal is, tenminste niet overal. En zeker in Rotterdam zijn we daar waar misschien wel heel goed mee bezig, maar ga je een paar havens verder naar beneden of andere kant van Europa, is dat zeker nog niet zo. Weet je, dus het is helemaal niet erg dat je er nog niet bent, maar het is wel goed dat je weet wat je nog moet doen. Nou, binnen die deling van data, we hadden het net al een beetje over, Charlotte zei het ook al, gegevens moeten wij hebben. Maar het gaat er vooral om, en dat is denk ik de angst die we hebben met digitalisering. Het moet wel veilig zijn. Je moet wel zeker weten dat de informatie die je deelt met een instantie, dat die data ook gewoon veilig wordt gebruikt. Dat er geen gegevens worden gedeeld
die klantspecifiek zijn of bedrijfsspecifiek, de bedrijfsgeheimen. Want waarom zou je jouw informatie iemand anders geven? En toch moeten wij met elkaar die bak aan informatie die er is, die moeten zodanig gebruiken dat het hele havenlogistieke proces, dat dus wel efficiënt en functioneel kan worden uitgevoerd. Nou, belangrijke informatie die daarbij zit en wat eigenlijk redelijk veilige informatie is, normaal gesproken uitzonderingen daar gelaten, want deze wereld draait op uitzonderingen. Maar we mogen best weten waar een schip vandaan komt, port of loading, waar die heen is gegaan. En waar die gaat lossen, dat mogen we best weten. Containernummer zegt niks over wat erin zit. Containernummer is gewoon een anoniem nummer waar dan, ja, dat refereert aan een container waar dan iets in zit. Maar normaal gesproken weet je niet wat daarin zit. En ook als je een verschepingsdocument hebt, een bill of lading, dan staat daar dus wel een goederenomschrijving op. Maar niet specifiek wat het is. Het heeft niet voor niks een summiere omschrijving. Het is een beperkte omschrijving van wat daar in die container zit. Verzender ontvangen, en erbij gezet agent. Dat is interessant, want je hebt zeg maar twee soorten vervoersdocumenten, twee soorten bills of lading. Eentje is dus voor het vervoeren van de container. Dat gaat dan van de ene expediteur naar de andere expediteur. Die staan dan op die bill of lading genoemd. En dat is redelijk veilig, maar moet ook wel, want dat zijn degenen die de opdracht hebben gegeven voor het vervoer. Maar wat er daadwerkelijk in die container zit, wie de daadwerkelijke klanten zijn, dat is een onderliggende bill of lading, een huis bill of lading. Die informatie hoeven we helemaal niet te delen, want dat is tussen jou, je klant en jouw agent aan de andere kant van de wereld. Dus dat hoeven we helemaal niet te delen. Colly, het aantal stuks in zo'n container, bruto gewicht, is belangrijk om te weten hoeveel de container weegt en waar je ook aan boord van zo'n schip kan laden. En met een goederenomschrijving, als je weet dat gevaarlijke stoffen zijn, dan mag de ene plek op zo'n schip wel staan, andere plek niet. Zo ook losplaats, terminal locatie. Wat maar nodig is voor dat havenlogistieke proces. Die informatie, die mag je best delen. En die heb je ook nodig om uiteindelijk te kunnen werken. Dus daar moet je ook niet zo bang voor zijn. Je moet wel goed opletten inderdaad dat je niet alles deelt. Zo'n instantie als Portbase. Hè, wat voor informatie, zeg maar betrekking tot veiligheid, wat is voor jullie nou belangrijk? Wat moet je nou precies weten en wat wil je gewoon echt helemaal niet weten van de klant? Nou ja, kijk, het is nooit informatie die wij willen weten. Het is altijd informatie die een ander wil weten in zijn proces. Dus informatie die je net ook noemt, is voor sommige partijen wel interessant en voor sommige partijen niet interessant. Kijk, het containernummer heeft ook te maken met de size type van een container. Je zegt al, dat is belangrijk voor waar die op het schip staat, maar het is uiteindelijk ook belangrijk hoe die met het achterlandvervoer meegaat of hoe die wordt gestekt op de terminal. Dus daarom is het containernummer belangrijk voor die partijen in de keten. Als we gaan kijken naar het colli of het bruto gewicht, is weer hetzelfde. De expediteur of de klant wil weten hoeveel aantallen er in een bepaalde container zitten. Voor de vervoerder is dat ook weer belangrijk, omdat ze die container weer van plek A naar plek B moeten brengen. Dus dat is informatie die zij nodig hebben. Dus wij kijken heel erg welke informatie heeft die partij nodig en hoe kunnen we zorgen dat die informatie van de juiste partij naar de andere juiste partij komt. Dus dat is weer het werken voor de community. Ja, vragen dan meer informatie dan nodig is? Wij vragen niet per se die informatie, maar we proberen wel te zorgen dat er zoveel mogelijk informatie ontsloten kan worden, zodat die keten het efficiënt mogelijk kan werken. Ja. Dus heel belangrijk dus dat de juiste informatie er is, maar inderdaad ook gewoon ja, echt de klantspecifieke inhoudelijke informatie, de bedrijfsgevoelige informatie. Ja, ja, en nog even daarop terug te komen, ja. Je zegt soms, kijk, de belangrijke informatie, uiteindelijk, we hebben het er al een aantal keer over gehad, die hele keten is afhankelijk van elkaar. Dus het gaat ook voor de cargador, is het uiteindelijk ook belangrijk dat die container in het achterland weer leeg terugkomt, omdat die weer naar de andere kant van de zee moet. Dus het gaat uiteindelijk om een gehele containerreis. Ja. Dus die hele keten blijft afhankelijk van elkaar. Dus het gaat uiteindelijk om die gehele efficiëntie. En het is vooral van belang dat iedereen in de keten dat ook inziet. Ja. En dat is soms lastig met de angst voor data delen. Ja, precies. Maar moeten we er bang voor zijn? Nee. Nee. Gewoon opletten. Ja. 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 Heel simpel gezegd natuurlijk, maar kijk, welke data precies gedeeld moet worden, dat is allemaal bekend, uitgeschreven. En de systemen zijn bekend, welke velden ingevuld moeten worden. Dus allemaal is dat gedeeld en uitgelegd, ook in elk systeem wat daarvoor gebruikt wordt. Ja, en ben je het er niet mee eens, wil je het niet, ja, maar het is wel verplichte gegevens, ja, dan kan je er gewoon niks mee.
En als je denkt van, nou goed, we kunnen het veilig delen, dan deel je het en dan helpt dat weer in jouw logistieke proces. Heel simpel gezegd, komt het daarop neer. Kijk, vanwege de enorme volumes die er zijn in zo'n haven, hè, je hebt dat schip staat hier voor ons, als dat vol staat met bijna 24.000 teu, ja, we kunnen geen uitzonderingposities maken. We kunnen niet zeggen, oké, die ene container mag dat wel, de andere container mag dat niet. Want het gaat niet met die enorme volumes en het enorme tempo waarin al die lading wordt afgehandeld. Dus we moeten allemaal met diezelfde datasets moeten wij werken om dat proces te kunnen laten verlopen. Nou, tot slot wil ik nog een stukje vertellen over het andere stukje veiligheid in de haven. Dus het gaat niet veiligheid niet alleen over het stukje data wat erbij zit, maar ik wil ook een klein stukje vertellen over veiligheid in de haven met betrekking tot de douane. Nou, de douane gebruikt de data die bekend is, ook vanuit de port-based systemen, die gebruiken ze voor hun safety en security inspecties. Ik zeg port-based, het is niet alleen port-based, het is ook de data die vanuit de cargo door wordt aangeleverd, of wat door douanedienst aan de andere kant van de wereld wordt aangeleverd, of vanuit de Europese Unie of Justitie of wat dan ook. En al die informatie wordt bij elkaar gebracht in één grote database. En voordat een schip aankomt, wordt er al dus een veiligheidscheck wordt er gedaan op de lading op dat schip. En als er ergens een lading is, een container is of een zending is waar een hoger risico in zit, vanwege een bepaalde risico, vanwege dat dataprofiel wat erop zit, dan zal de douane kijken, gaan wij die container daadwerkelijk ook nog verder inspecteren, hetzij door die meer documenten te vragen, of gaan we hem door de scanner heen halen, of gaan we hem zelfs fysiek uithalen. Dus links de foto is eigenlijk een eerste check, hoe staat het met het containerzegel. Als containerzegel verbroken is, betekent dat de container open is geweest en dan kan er met de inhoud gerommeld zijn. Nou, dat mag dus niet, dus dat is een eerste inspectie die de douane zal doen. En de expediteurs weten dat ook. Als een container aankomt bij een loods, bij een warehouse, gaan we eerst kijken, zit dat zegel er nog wel op? En is dat zegel nog steeds hetzelfde zegel als op de documentatie? Kijk, dat is een eerste check om te kijken van, is die inhoud veranderd na vertrek, ja of nee? Dat is één dingetje. De rechts zie je een foto van een scanner van een vrachtwagen. En waar dan de ambtenaren naar kijken is dat er geen afwijkingen mogen zijn. Hè? Dus als er afwijkingen zijn in een foto, dan zien ze dat er iets niet klopt. Bijvoorbeeld die auto, daar zie je dus aan de onderkant zie je twee zwarte rondjes staan. Dat zijn de wielen. Nou, als één van die twee wielen een andere kleur heeft, is dat een afwijking. En dan is er reden om dan die auto verder te gaan controleren. Nou, daar zijn de mensen in getraind, die kijken daarnaar. Op die manier kunnen ze eruit halen. Waarom doen we dat? Dat doen wij omdat die buitengrens, dat is de terminal, dat is de overgang tussen de kust en het water. Daar moeten wij de goederen die Europa niet in mogen komen, die moeten wij daar dus tegen kunnen houden. Dus de Europese Unie heeft samen met alle 27 lidstaten hebben bepaald dat bepaalde goederen wel of niet naar binnen mogen komen. En die hebben ze in vier categorieën ingedeeld. Dat noemen ze de VGM, veiligheid, gezondheid, economie, milieu. En op die categorieën, daar wordt naar gekeken als binnenkomt. Als er dus afvalstoffen binnenkomen, dat mag best wel, maar er moeten wel bepaalde regels voor doen. Dan moeten we eigenlijk vooraf moeten weten welke regels dat zijn. Bij terminal is het eigenlijk de eerste check wordt gedaan op basis van de gegevens die er dan zijn. Gaan we het verder leveren, dus van de terminal naar de klant. Dan kunnen we nog veel dieper in die controles gaan en echt specifiek op productniveau gaan kijken of iets wel of niet mag. Maar het blijft sowieso dat die data die bekend is bij de douane, die van al die systemen komt, dat is een eerste graadmeter, zeg maar, eerste indicatie voor hun risicoanalyse. Welke informatie is bekend, wat weten we, waar zitten de meeste risico's in? En die worden dan daaruit gehaald. Bijvoorbeeld een containerschip waar één container bananen in zit, heeft niet zoveel zin, want normaal gesproken komen bananen met honderden containers tegelijk binnen. Dus als je één container bananen hebt, is dat een afwijking en een reden om die ene container te controleren. Hoeft niks aan de hand te zijn, maar dat kan wel zo. Heel simpel voorbeeld, maar dat is eigenlijk simpel gezegd hoe dat werkt met die controles. Ja, nou en dan is het bijna 16:30, dus ons uurtje zit er al bijna op. Hebben we nog vragen gekregen, dingen die de deelnemers willen delen met ons? Ja, nou er is een vraag. Ik weet niet of je die in een minuut kan beantwoorden, maar we gaan hem gewoon stellen en dan zien we het wel. Okay. Iemand vraagt, hoe is het mogelijk dat er nog altijd veel drugs de Rotterdamse haven binnenkomen? Want ja, we hebben net laten zien, er is een heel systeem waarmee we bijna door die containers heen kunnen kijken. Ja. Maar ja. Het leuke ervan is dat de criminelen zijn de douane altijd een stap voor. Want de criminelen verzinnen iets nieuws en de douane moet daarop reageren. Het is wel zo, en dat is
Het lijkt alsof er zoveel drugs binnenkomt. En dat is nog steeds wel dat er veel binnenkomt. Maar we zien wel tussen de douane, zeg wij, de douane ziet dat de import van drugs ook een beetje aan het verschuiven is. Dus Rotterdam was eerst echt een hotspot. Er kwam heel veel binnen. We hebben hier de maatregelen aangescherpt, de controles aangescherpt. En toen is veel drugs is van Rotterdam, is bijvoorbeeld naar de haven van Antwerpen verschoven. En Antwerpen had daar een groot probleem. En Antwerpen wordt nou meer cocaïne gevangen dan in Rotterdam, omdat Rotterdam beter beveiligd is. En heel vervelend, wat burgemeester Abu Talib vertelde, is dat de reden dat er nu zoveel bomaanslagen Rotterdam zijn geweest de afgelopen maanden, is allemaal drugs gerelateerd. Het heeft te maken ook dat de drugshandel scherper is geworden, harder is geworden, met meer concurrentie, omdat er ook meer gepakt is. Dus er komt minder binnen, maar er moet wel evenveel verkocht worden. Nou, dat geeft ook weer wrijving tussen die criminele bendes. En dat zorgt weer voor een andere vorm van criminaliteit. Dus dat is ook een teken eigenlijk, hoe raar het ook klinkt, dat wij het Rotterdam eigenlijk best wel heel goed doen met het onderscheppen van drugs. Maar die criminelen zoeken de zwakke plek. En is het niet Rotterdam, is het Antwerpen? Is het niet Antwerpen? Dan gaan ze wel naar een andere haven, een andere plaatsen in Europa. Waar het maar binnen kan komen, op een makkelijke manier, dan zullen ze dat doen. Dus eigenlijk doen we het best wel goed, maar ja, we kunnen het nooit 100% dicht timmeren. Nee, ze vinden altijd wel weer een manier om het toch voor elkaar te krijgen. Precies. In Nederland. Precies. Okay, super, dankjewel. Zo is dat, ja. Dankjewel voor je antwoord. We hebben verder op dit moment geen vragen meer binnengekomen. Volgens mij zitten we ook aan de tijd, ja. Helaas. Ik wil natuurlijk allereerst Charlotte heel erg bedanken voor jouw deelname. Ontzettend interessant wat je allemaal verteld hebt. We zouden er nog veel meer van willen weten, maar dat is misschien een aparte... Het is lastig ook om in zo'n korte tijd uit te leggen wat we allemaal doen. Maar ik hoop dat het ook voor de mensen thuis een beetje duidelijk is. Ja, nou, dat denk ik zeker. Dus hartstikke bedankt. En Ramon natuurlijk ook weer enorm bedankt voor deze tweede aflevering. Ik heb nog een slotwoord die ik wil delen. Ja, ik vond dat mooie... heel spannend. Ja, kijk, daar is die. Ja, maar voordat we echt helemaal afscheid van elkaar nemen voor een paar weken, wil ik dit nog meegeven. Kijk, we hebben het heel erg gehad over innovatie en de haven en samenwerken, dat soort dingen. Dat is allemaal heel erg belangrijk. Hè, we willen niet meer de grootste haven zijn, had ik al verteld. We willen wel de meest innovatieve haven willen we zijn. Wat ik ook aan stipte is die concurrentiepositie. En dat is iets misschien om over na te denken. Al die automatisering, digitalisering is heel goed en is heel belangrijk, maar is het ook goed voor de concurrentiepositie van de haven? Moeten wij wel graag steeds zo ver op willen blijven lopen? En het antwoord erop kan ik niet geven en dat is echt iets wat de markt en de haven de komende jaren gaat bepalen. Maar het kan zijn natuurlijk dat uiteindelijk die enorme drang naar verbetering, dat het ons tegen gaat werken. En ik hoop het niet, maar dat kan wel zijn. Dus het is iets wat ik zeker de komende tijd zal blijven volgen. En ook iets waarvoor ik jullie uitnodig. Ja, denk er eens over na en lees er eens over. Wat niet geen reden is voor de bedrijven die zeggen, ik wil meer doen met innovatie. Om te zeggen, oh, ik stop ermee. Zeker niet het geval. Ga wel verder met jezelf verbeteren en innoveren. Maar het is wel iets wat een op het grote plaatje van de haven een dingetje kan zijn. Nou, tenslotte de volgende aflevering. Ja, wil je daar al iets over delen met ons? Of houden we dat een paar woorden als cliffhanger? Nou ja, de volgende aflevering is 5 april. En die gaat over de internationale havenlogistiek. En daarbij gaan we het hebben als de gateway, Rotterdamse gateway binnen de Europese logistiek en daarbuiten. Dus we gaan kijken van hoe al die ladingstromen wereldwijd eigenlijk uiteindelijk op deze plek aankomen. Je zag het eerste sheet van vandaag was al die blauwe lijntjes. Nou, al die blauwe lijntjes, die komen uiteindelijk, komt het hier in Rotterdam, komt dat aan. En daar zit heel veel zitten achter, want we moeten ook nog naar het achterland Europa in en al die mensen die daar wonen en verder. Nou, daar gaan we het de volgende keer over hebben, ook met de modaliteiten, hoe die kunnen worden ingezet op een goede, efficiënte en duurzamere manier. Nou, hartstikke top. Ik hoor alweer een jargonwoord, modaliteiten. Nou, wat dat precies inhoudt, dat gaan we jullie de volgende keer vertellen. Ik hoop dat jullie net als ik genoten hebben van deze aflevering. En ik zie je graag terug op 5 april. Goed weekend vast.